Ruim 8 jaar geleden, in het jaar 2000, is het driemanschap Arjen van de Veen, Andreas Lakner en Jorne Langelaan het concept gaan ontwikkelen om een vrachtvaartbedrijf te beginnen dat uitsluitend met zeilschepen vracht vervoert. Dit noemen wij Ver Transport. Stichting Atlantis, zoals de onderneming heet, kan bijvoorbeeld goederen gaan vervoeren voor fair trade bedrijven. Fair trade bedrijven vinden het belangrijk om eerlijk handel te drijven. Dit betekent dat zij producten aankopen van kleine lokale boeren in derde wereldlanden. Deze boeren krijgen een eerlijke basisprijs voor hun producten. Het transport van deze goederen wordt op dit moment nog verzorgd door motorschepen die veel gasolie gebruiken. Dit is niet alleen duur, maar ook milieuvervuilend. Fairtrade bedrijven willen hun goederen het liefst ook op een eerlijke, milieuvriendelijke en ecologisch verantwoorde manier vervoeren. En nu hebben ze de kans om dit te doen, met de zeilende handelsvaart. Ik ben Arjen van der Veen, ik ben 34 jaar oud. Naast kapitein van de Tres Hombres ben ik marketeer van de Stichting Atlantis Zeilende Handelsvaart. Hallo, ik ben Andreas Lakner. Ik kom uit Oostenrijk en ben een van de Tres Hombres. Mijn functie in ons project is de handel. Ik zorg voor de vracht en ook op de werf ben ik verantwoordelijk voor de restauratie van het schip. Ik ben Jorne Langelaan, 29 jaar en verbonden aan de Tres Hombres als projectleider en ontwerper. Rond augustus 2007 is de stichting Atlantis Zeilende Handelsvaart aankomen waaien op de oude Rijkswerf Willemsoord in Den Helder. Haar doelstelling? De zeilende handelsvaart opnieuw op te zetten. Dit doen zij omdat er toekomst zit in het vervoeren van goederen en mensen met milieuvriendelijke en economisch aantrekkelijke zeilschepen. Zo komt er bijvoorbeeld geen gasolie aan te pas. Dit scheelt veel kosten en vervuiling. Hallo, ik ben Ruurt. Tijdens de bouw van de Tres Hombres ben ik de timmerman. Straks als we varen zal ik de bootsman zijn. Degene die verantwoordelijk is voor dagelijks reilen en zeilen. Op termijn kan Stichting Atlantis Zeilende Handelsvaart een transportsysteem aanbieden wat zowel goedkoper als milieuvriendelijker is dan de gebruikelijke methodes. Dit noemen wij Ver Transport, omdat het op een milieuvriendelijke manier wordt vervoerd. Maar ook omdat de mensen die op deze schepen varen dit doen met verstand van zaken. Het zijn vaklui en ambachtslieden die de oude zeilkennis combineren met moderne technologie. My name is Ling Skimon. I'm from Quebec, Canada, and I'm a professional woodworker, carpenter and joiner, working on the hull and the stave and all the woodwork on this boat. Op dit moment beschikt het schip de Tres Hombres over een grote groep enthousiaste vrijwilligers en medewerkers. Dit is een internationale groep mensen uit Canada, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Engeland, Friesland en uit Nederland. Een groep om trots op te zijn. My name is Stefano Blank. I'm 24 years old. I'm from Austria, and my job here on board is I'm checking the screws and the stripes. In Dutch, it's called Riemen. De Tres Hombres is een schoenerbrik. Het is een prachtig schip met hele mooie lijnen. Er is bewust gekozen voor een oud schip dat door medewerkers van de stichting helemaal gerestaureerd wordt, zodat ze alle oude technieken en ambachten gebruiken en kunnen aanleren aan hun leerlingen. Dit schip moet er een met uitstraling worden, zoals bij de oude zeilschepen van vroeger. Er zit karakter in. Daarom is het schip zeer geschikt voor bedrijven die hun nieuwe producten onder de aandacht van het publiek willen brengen. Deze bedrijven kunnen hun uitstraling verbeteren door hun goederen met de Tres Hombres milieuvriendelijk te laten vervoeren. Er blijkt dus veel animo voor te zijn en het kost de Tres Hombres tot nu toe dan ook weinig moeite om klanten te vinden. De tijd is er echt rijp voor.
Ik ben Maurice van Groessen en ik zit 5 maanden bij Tres Hombres en ik laat me losse klus hier. Na de Tres Hombres zal Stichting Atlantisch Zeilende Handelsvaart zo snel mogelijk beginnen haar vloot verder uit te bouwen. Ze gaat meer schepen in de vaart brengen die groter zijn en meer vracht kunnen vervoeren. De schepen worden daardoor ook economisch aantrekkelijker, zodat ze kunnen concurreren met motorschepen. Uiteindelijk zal zeilend vrachtvervoeren zelfs goedkoper worden dan deze motorvaart. Er kunnen dan vrachtprijzen aangeboden worden die onder de reguliere tarieven liggen. De toekomst van Stichting Atlantisch Zeilende Handelsvaart is een transportnetwerk. Een vloot van zeilende vrachtschepen, zodat klanten vanuit welke haven ter wereld ook hun goederen milieuvriendelijk kunnen laten vervoeren. Mijn naam is Mike Veenekamp, ik ben ondernemer. Ik adviseer Stichting Atlantisch bij de zakelijke kant van dit project. Stichting Atlantisch wil dit vrachtvervoer goedkoper gaan aanbieden dan de reguliere motorvrachtvaart. Op deze manier kunnen ze snel een groot marktaandeel krijgen. De wind is immers gratis. Op deze manier sticht de Stichting Atlantisch Zeilende Handelsvaart een nieuwe traditie in zeilend vrachtvervoer.